Erik, welkom in het clubhuis. Ja, dankjewel. Mooi om hier eindelijk te zijn. Ja, nou, het kan een beetje zo, 1,5 meter. Maar superleuk dat je hier bent, want we hebben natuurlijk een aantal succesverhalen uit die scale-up wereld van vastgoed. En jullie zijn er één van met Kate Innovations. Hoe is het met jullie gegaan de afgelopen maanden? Ja, het zijn natuurlijk, ik zal hem even voor de 1,5 meter even overnemen. Het zijn natuurlijk bizarre tijden. We hebben ik denk letterlijk 3 dagen voor de intelligente lockdown hebben wij een investeerder aan boord gehaald. Dus dat was natuurlijk qua timing zeker prettig. En een investering bedoel ik natuurlijk een bolronde, Fenton van Vlissingen familie. Dus dat is fantastisch. Maar daarna ook, we hebben in de eerste week is natuurlijk een hoppig geregel. Letterlijk schermen rondbrengen. Veel jonge jongens die nog geen goede werkplek thuis hebben. Dus dat moesten we natuurlijk organiseren. Maar prompt daarna hebben we bedrijf als Rijksvastgoedbedrijf als opdracht binnengehaald. We zijn hele mooie dingen aan het doen met de NVM op dit moment. Dus ik merk wel, ik zou zeggen, qua coronacrisis hebben wij er zelf nog niet zoveel last van. Maar goed. De enige last die je misschien hebt is dat die vastgoedwereld zich bewust is dat we moeten gaan digitaliseren. Ja, nou, dat is absoluut. Dus dat is een positieve. Zeker. Nee, ik heb telefoontjes gekregen met letterlijk de vraag hoe snel kunnen we starten. Want we kunnen eigenlijk niet bij de schijven. Al onze mensen werken thuis. En het zijn echt grote bedrijven die met 100 man thuis zitten en gewoon niet bij hun data kunnen. Niet kunnen werken. Het is ongelooflijk dat dat in deze tijd nog bestaat. Ja. Maar ook fijn dat we daar weer kunnen helpen. Dat laat ik zeggen, dat is niet verkeerd. Maar, dus het gaat goed? Het gaat goed. Het gaat zeker goed. Ja. Nou, en toen stonden jullie afgelopen week, dus inmiddels, wanneer was het? 11 september stonden jullie ineens heel groot in het Financieel Dagblad met heel mooi nieuws. Ja, nou, we hebben in een prachtige manier hebben wij Axiom overgenomen van Deloitte. Daar zit ook meteen een goede samenwerking met hun aan vast. Zij hebben de afgelopen jaren heel veel tijd en energie gestoken om eigenlijk een datadeelplatform neer te zetten. Met als doelstelling in eerste instantie om huurgegevens van eigenaren ook naar de financier te kunnen sturen. Dus dat je eigenlijk veel beter op een gecontroleerde datamanier ook je financieringen kan beoordelen, kan bekijken. Ja. Wij waren eigenlijk al jaren met Deloitte in gesprek. En je zag ook dat zij naar zoek waren naar om het verder te gaan developen. Daar hebben wij goede gesprekken met elkaar over gevoerd. En hebben we gezegd dat vanuit Kate het platform echt naar een groter deelplatform naar de volgende stap willen brengen. Ja, dat is fijn als dat lukt. Dat kan ook door middel van natuurlijk met een investeerder aan boord. Wij zullen de komende jaren vol in development gaan inzetten. We zijn het team meer dan aan het verdubbelen op dit moment. Nou, dat is ook wel interessant. Hè? Goede mensen. Ja, we hebben vandaag weer gehoord dat we weer allemaal meer thuis moeten werken. Ja, interviews. Het is gewoon een complexe. Medewerkers, dat is ook niet makkelijk. Nee, precies. Nee. Complexe tijd is het wat dat betreft. Maar ja, aan de andere kant moet je daar in deze. Ja, we zitten gewoon in een goede flow, goede fase. En daar moeten we ook enerzijds van genieten. En anderzijds moet dit gewoon, kan alles prima. Precies. Even nog een laatste vraag. Axiom. Dat wordt er dus aan toegevoegd aan Kate. Maar wat is daar nou de toegevoegde waarde in het hele taxatieproces? Kun je dat nog eens even heel kort uitleggen? Ja, een kleine aanvulling erop is zeggen. Axiom gaan wel als een echte aparte identiteit gaan we die in de markt zetten. Reden daarvoor is dat je een datadeelplatform moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ja. Dat betekent ook dat wij steeds meer andere partijen in de markt zullen vragen. Wil je je data met ons, in ieder geval niet met ons delen, maar via het platform delen? Wij zijn daarin goed gezegd, wij zijn geen eigenaar van die data, maar wij helpen eigenlijk alleen maar om de keten veel efficiënter te gaan inrichten. Ja. Dus Axiom zetten we bewust neer in het midden tussen de vastgoedeigenaar, de financier en de taxateur. Ja. En zie je dat we de komende jaren met elkaar moeten gaan kijken hoe kunnen we die data gewoon beter valideren. Wat is nou goede data en hoe kunnen we die aan elkaar beschikbaar stellen met die single point of truth waar eigenlijk iedereen het altijd over heeft. Ja. Nou, dit platform gaat daarvoor zorgen dat het ook kan. Dus die taxateur die gaat straks heel veel gebruik maken van de platform om data te valideren of het juist is of... Zeker. De rol. Nou, de stap die we nu in eerste instantie aan het maken zijn, is dat we met SBN Nexus veel samenwerken. En die zit natuurlijk samen voor de drie grootbanken daarin. Nou, die hebben eigenlijk een pilot nu draaien hoe je huurgegevens van de eigenaren dat te digitaliseren en op die manier naar de bank gestuurd kan worden. Nou, wij zullen daar de platform Kate ook aan gaan koppelen. Dat zijn we nu druk aan doen. Waardoor we eigenlijk kunnen zorgen, zowel die huurdata kan ook aan die taxateur beschikbaar gesteld worden.
worden. En krijg je eigenlijk een loop van die datapunten om eigenlijk alles sneller, beter en ook kwalitatief beter te maken. En dat is denk ik wel ontzettend belangrijk voor de komende jaren. Nou, gaan we er naar uitkijken. Zeker, zeker. Wij hebben er heel veel zin in. Leuk dat je hier eventjes was. Ik hoop je snel weer te zien. En dan gaan we misschien wel een langere podcast ook maken. Misschien wel eens een keer met een van jullie klanten. Want dat vind ik ook leuk. Lijkt me als goed, hoe die dat ervaren en hoe die omslag zien van data denken binnen de taxatiewereld. Laten we dat zeker doen. Gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel. Oké.